Goedenavond, we zijn weer gaan wandelen. Het is de derde loopdag van de Apeldoornse Vierdaagse. En ach, wat werden de deelnemers nat. Eefke staat met de organisator Joop te praten. Joop Achterkamp, je bent mede-organisator van het evenement. Dag 3, hoe gaat het? Zelf gaat het goed, alleen de regen. Ja, daar zit niemand op te wachten wat dat betreft. En dat hebben we dus gisteren ook wel gemerkt. Het is gewoon heel nat. Het is die motregen wat gewoon niet lekker is. En dat, je kunt beter een keer een buien regen hebben wat echt recht naar beneden valt. Maar dat kun je nog wat meer afdekken. Maar motregen slaat ook al onder je paraplu, onder de poncho. En merk je dat dan ook, dat het slechte weer, dat die nattigheid, merken jullie dat aan het aantal afvallers? Ja, dat denk ik wel. Ik weet de aantallen van andere jaren uiteraard niet. We waren gisteren 145 uitvallers en dat is volgens mij toch wel behoorlijk veel. Kunnen de mensen ook nog een beetje genieten van mooie routes? Zijn er mooie plekjes te zien vandaag? Ja, dat is het voordeel. We zitten natuurlijk bijna 100% in de natuur aan de westkant van Apeldoorn. En dat is het grote voordeel. Ze lopen eigenlijk continu in de bos. Het is af en toe een kleine aanlooproute. Een keer een klein stuk verder weg of een fietspad. Maar dat is voor je spieren is dat ook wel weer goed. Dat je wat afwisselingen hebt, zacht. En dan weer wat harder. Nou, het klinkt wederom als een prachtige route. Laten we hopen dat het regen een beetje mee gaat vallen vandaag. En we komen graag morgen nog even terug om te vragen hoe het dan is gegaan. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Hoeveelste keer loopt u mee in de Vierdaagse? Dit jaar voor de 39e keer. En jullie zijn met een hele groep. Loopt iedereen zo vaak mee? Nou, niet helemaal, nee. Er zijn er verschillende die zijn pak een beet, 23, 24, ergens in die buurt. En wat maakt dan deze Vierdaagse zo bijzonder voor u? Ja, het is een gezellige, tenminste wat ik dan vind, het is een gezellige, rustige Vierdaagse. Het is niet zo'n volle bedoeling als Nijmegen. Ik wens u veel succes en volgend jaar dan gaan we u zoeken voor de 40ste keer. Ja, ik zal het truitje aan doen, mijn 40. Ja, heel goed. Ja. Oké, dankjewel. Succes hè. Ja, hoe gaat het? Prima. Heerlijk. Het is droog, bijna. Nee, het is jullie eerste keer geloof ik dat jullie de Apeldoornse Vierdaagse lopen. Wat vinden jullie van de Vierdaagse tot nu toe? Ik vond het een hele afwisselende tocht. Echt leuk, landweggetjes en dan weer eens bos. En gisteren vond ik dus echt saai. En het weer niet echt jovel. Ja, nu gaan we er weer voor. Jullie vertelden dat jullie ook de Vierdaagse een paar keer hebben gelopen. Wat maakt nou deze Vierdaagse anders dan die van Nijmegen? Ja, de sfeer is natuurlijk heel anders. Ja, je wordt opgepept. Hè? Ook al regent het, dan word je toch wel weer blij als je in een dorpje komt. Nu word je eigenlijk steeds verdrietiger. Waarom heb je hun overgehaald om hier mee te lopen in plaats van in Nijmegen? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Om enthousiasme en door te zeggen dat hier mooie natuur is. En dat het hier wat rustiger is. En het is een mooie omgeving. Ik wens jullie veel succes en bedankt. Dankjewel. Gaat lukken. Ja. Je hebt hier een blaar, die heb ik even doorgeprikt net. En dan ga ik hem afplakken, zodat er niet te veel vocht meer in komt. En dan loopt u veel makkelijker, krijgt u als het ware een extra huid eroverheen. Is er iets wat die wandelaars kunnen doen om blaren te voorkomen? Nee, dus eigenlijk niks te doen. Je hebt mensen die jarenlang zonder blaren lopen en dan nu ineens hele blaren hebben en bloedblaren hebben en alles. Kunt u iets vertellen over de algemene conditie van de wandelaars hier in Apeldoorn? Is die goed? Kunt u merken dat mensen hebben getraind? De mensen hebben heel goed getraind. Er zijn ook mensen die voor de eerste keer lopen, die hebben iets meer moeite. Want ze denken vaak dat het Apeldoorn wel makkelijk is. Maar Apeldoorn valt erg tegen vanwege het ongelijke terrein. En dus de wortels die je tegenkomt en vaak het zand.